Jos van Verrooyen, we staan op de IBC bij de stand van Red Bee Media. Wat is jullie speerpunt op deze IBC? Nou, als eerst natuurlijk dat we hier staan als Red Bee Media. Afgelopen jaar hebben we onder de vlag van Ericsson op de IBC gestaan, als Ericsson Broadcast Media Services. En eind vorig jaar hebben we besloten om zelfstandig binnen Ericsson verder te gaan. Mediaservicebedrijf in 11 landen met 1500 medewerkers. Wat heeft Red Bee Media specifiek voor Nederland voor gevolgen? Of heeft dat geen gevolgen eigenlijk voor jullie operatie hier? Nee, het heeft in die zin gevolgen dat we nu internationaal nog veel beter samenwerken. We zijn echt een internationaal bedrijf. We ontwikkelen onze producten ook op internationale schaal. Dat heeft grote voordelen. Er is ook duidelijk een vraag bij onze klanten naar kostenefficiëntere, schaalbare oplossing. En die ontwikkelen we ook op die schaal binnen Red Bee wereldwijd. Wat zie je wat in dat opzicht voor trend? Nou, eigenlijk samengevat cloud en connectiviteit. Dus de technologische ontwikkelingen, combinatie met toename in connectiviteitsmogelijkheden, leidt ertoe dat we heel anders kijken naar alle producten. Dus we zien play-out platformen die cloud-based zijn, software-based play-out. We zien ons media management systeem, Nucleus, wat we pas hebben aangekondigd. Remote productie zijn we volop mee bezig. We staan verderop op de IBC met een mobiele radiostudio. Met camera's erbij. Geen radio meer zonder televisie, zonder beeld, zonder video. Alle apparatuur daarvan staat gewoon in Hilversum. En dat is een remote productie en dat zie je steeds vaker. Wanneer is de IBC voor jou geslaagd? Nou, hij is al geslaagd. Want we staan hier gewoon met een eigen naam. En dus wat dat betreft ben ik al super blij.